De enkeling stond op tegen wel 100.000 dingen. Hij wou niet met de massa mensen mee in het gareel. Hij wenste in het slavenkoor een vrije stem te zingen. Maar voordat hij het wist, had hij een schor geschreeuwde keel. Toen hij niet meer kon zingen, stond hij op om te gaan spreken. Tot allen die hij altijd als zijn vrienden had beschouwd. Die zeiden, wat hij zegt is nog niet eens zo gek bekeken. Maar toch voor onze oren wel een tikkeltje te bout. Toen hij niet meer kon spreken, stond hij op om te gaan schrijven. Hij kraste het op de muren van ons meerderheidspaleis, opdat wij ons de slaap uit onze ogen zouden wrijven. Toen sprak er een uit aller naam, veeg uit, dit is te grijs. De enkeling staat op, omdat hij zelf zijn weg wil kiezen. Hij vecht tegen het monster van de middelmatigheid. Hij zal zolang hij leeft bij voorbaat elk gevecht verliezen. En als hij eindelijk opgeeft, zegt men, zo, die zijn we kwijt.